Op de valreep kon het buitenfeestje voor gastvrouwen en gastheren van het Natuurhuis nog doorgaan. We hebben hier alle gastdames en gastheren vanmiddag bij elkaar, althans uitgenodigd. Niet en ieder is er, sommigen zijn voorzichtig in verband met corona, maar we houden zeer de coronaregels in acht. Het is buiten, het is uit elkaar, het is een welkom, het is een kleine kerstchocoladeborrel. We gaan straks ook nog een glaasje glühwein drinken. En Martin Mulder, onze aller Martin Mulder die het park aangelegd heeft, die gaat hier vanmiddag wat vertellen over het park. Wat voor onderdelen er allemaal zijn, de geschiedenis van de onderdelen, zodat de gastdames en gastheren, als ze bezoekers ontvangen, wat kunnen vertellen over het park. Dat ze weten van naar welke onderdelen zou ik kunnen gaan met gasten. Als het gasten zijn met kinderen, neem ze natuurlijk mee naar onze geweldige waterspeelplaats. Zijn mensen wat meer geïnteresseerd in de moestuin, dan kunnen ze wat vertellen over de moestuin, over de permacultuurachtergrond van onze moestuin. Nou, zo hebben we diverse onderdelen en Martin Mulder gaat vanmiddag de gastdames en heren inwijden in de geheimen van het park. We staan hier in het Olmebos en dit is eigenlijk het grootste verhaal van dit hele park. Want een Olmebos, een Olm is een oude naam voor een Iep en dat zit ook in de naam Almelo. Almelo betekent, is eigenlijk Olmelo en dat betekent eigenlijk open plek in het Olmenbos. Dan is het afgelopen of staat ze nog wat te wachten? Nou, het staat ze nog wat te wachten. Na een wandeling van een uurtje, en Martin kan kort van stof zijn, maar meestal is hij wat uitgebreider omdat hij zo enthousiast is om van alles te vertellen. Dan verzamelen we hier weer. Inmiddels is de glühwein warm en gaan we met elkaar nog een glaasje glühwein drinken. En iedereen krijgt nog een kerstattentie mee naar huis voor de goede inzet voor ons park en voor ons paviljoen voor het hele jaar, voor 2021. En dan gaan we met goede moed het nieuwe jaar 2022 weer in.